Dit is weer eens een goeie dag aan jullie allemaal. Mijn broer, zus, vriend. Laat die Heilige Geest in je hart getuig. In die hoofdzaak of die hoofdzaak, die conclusie, die samenvatting van alles wat jij gehoord hebt. In ons geloof het is uit die woord van God. Zodat jij jouw leven elke dag op aarde volgens zij wil in vrijheid op grond van waarheid kan inrichten. Ons het ons gesê dat die getuienis daar is, waar die geest van God duidelijk in ons harte wil bring, ne? Voordat ons die finale besluit en keuzes maak elke dag, oor wat ons sal doen. God wil het praktisch, maar ook eenvoudig maak voor ons. Ons het ook gesê, dat ons levens gaan evalueer, soos in een hofzaak, ten opzichte van hierdie vijf verschillende aspekten. Mijn woorden, mijn tijd, mijn werk, mijn verhouding, mijn besluiten. Ons het ook gekyk na mijn woorden vanuit mijn hartsgesindheid en mijn keuzes hier op aarde. Vandaag praat ons oor mijn tijd. Mijn tijd als een seën of een vloek hier op aarde. Een verskoning of een geleentheid. Ons sien basis in die boek van Prediker. En asseblief, lees asseblief saam met mij, soos wat ons gaan. Nou, hoofdstuk 3, vers 1. Alles het sy bepaalde uur, en vir elke saak onder die hemel is daar een tyd. As ons nou aangaan vanaf vers 2 tot en met vers 9, vers 8, wil ek die volgende uitlig. Eerste punt, ons daar is tyd om gebore te word en om te sterwe. En my vraag is, my moed, my sis, die geboorte het nie te doen met die dag toe jy gebore is en die dag wanneer jy gaan sterwe nie. Maar elke dag is daar goed wat God wil het geboorte laat gee dier jou. Goed wat gebore moet word vanuit gebed, vanuit jou hart, met initiatieve wat God vanuit jou hart gee. Kyk en maak seker dat jy jou tyd hier op aarde gebruik en om te verstaan ook, wat is dit wat dier jou gebore moet word in jou leven? Wat is dit wat moet sterf in jou? Ja, dit wat gemors is, nee. Saad, my leven, as een saad moet sterf om in een toekomstijd een fantastische oest te kan lever. Maar, as daar een tijd is om gebore te worden, en ek het nie verstaan nie, die tijd wanneer dinge gebore moet worden, nie, daar veroorzaak ek een abortie vanuit, ek is geïrriteerd, ek is frustreerd, ek is nie langmoedig nie, ek is nou hastig, die dinge moet net gebeur, en dan verstaan ek nie, hoekom die dinge wat ek God voor vertrouw het, nie uitwerk nie, maar intussen het ek nie die tyd verstaan nie, en het was meaningless, het was, en ek sê, het was waardeloos, daar was geen nut in wat ek gedoen het, maar intussen het ek nie die wysheid gehad, om die tyd te verstaan nie, want, God kan vir my iets fantastisch gee, maar as ek die tyd verkeerd het, dan aborteer ek dit wat absoluut eindelijk fantastisch was, wat God in my hart geplaas het. Nee, mag dit nie so wees nie. Daar is die tyd ook om te sterwe, waar ek nie een besigheid of een bediening kunstmatig aan die leven moet hou nie, waar ek nie iets moet vervals, of I don't have to fake something. Maar as jy moet sterf, as daar is, een ding is wat moet sterf, zodat iets niet gebore kan word, lees die tyd recht dier Godse wysheid. Tweedens, daar is een tyd om te plant en een tyd om uit te roei. Plant, Godse woord wat in my hart geplant moet word, maar versigtig wees wat ek in my hart plant, wat se woorde plant ek in my hart vir 'n 30, 60, 100-voudige oes. En op die ouen sit ek met 'n oes van 'n enorme lot vuilgoed en gemors in my leven. Nee, daar is een tyd om uit te roei. Uit te rooi, al die gemors, wat ek weet, en wat die Heilige Geest my sal wys, wat nie daar moet wees nie. Maar vat jou tyd met die woord. Vat jou tyd met die woord. En tyd dat God die woord nie net soos openbaring vir jou oopmaak nie, ach en jy het al die woord gehoor. Nee, vat die tyd om Heilige Geest te vra, Here, maak dit in my hart een realiteit. Laat het ingeplant word, nie net gelees word, en ek het al gehoor nie, nie in Jesus naam. Daar is hy punt 3,
Als het tijd om dood te maken, tijd om gezond te maken. Ons weet natuurlijk. Tijd om dood te maken, wat ons die specifieke tijdvlakken gebeurt. Daar is specifieke tijden, wat ons specifieke dinge praktisch moet doen. So daar is sekere tijd van die dag, wat je net weet, wow, hier is vlees, hier is ou lewe, hier is gemors, wat hier in mij wil opstaan. Maak dood. Daar is die oomlik, dit is die tijd om dood te maken wat bij je opkomt. En daar is het tijd om gezond te maken, waar jij dat moeilijk in je ziel voelt. Waar jy voel, ek is gewond. Maak gezond. Die Heilige Geest sal jou help dier die woord. Hy sal sy woord uitstuur en jou genees. Na siel, geest en lichaam, jou hart, jou als wil God aanraak. Daar is het tijd om af te breken en daar is het tijd om op te bouwen. Om af te breken wat? Die vestings, die kettings, die dingen wat verkeerd gebouwd is in mijn leven. Maar het is niet net heel dag die ding, anders is mijn leven net negatief, negatief, negatief in mijn ervaring en in mijn verhouding met God. Nee, dat is het tijd om op te bouwen. Wat God jouw leven wil opbouwen met die woord. Opbouw dit wat in jou is. Door jouw leven. Ander, die jou wil gebruiken om ander op te bouwen, op te beer, te bemoedig. Sien en lees die tye reg. Tijd om te ween, tijd om te lachen. Ween saam met mense omdat jy compassie het. Te lag omdat jy die lewe geniet. Die lewe geniet. Maar al twee is nodig. Tijd om te weeklag en rond te springen van vreugde. Weeklag omdat jy berou het oor dit wat verkeerd is. Jy weet hoe om berou te hê en nie valse bekering nie. Maar jy weet ook hoe om jou vergifnis regtig te vat. En daar is het tijd om dan nou niet meer aan te houden met die skuldgevoel nie, maar jou tijd is daar om jou vergifnis te vat en rond te springen van vreugde oor die bevrijding, rond te springen van vreugde oor die dankbaarheid van je leven wat je met God het en in God het. Dat is de tijd om klippen weg te gooien en tijd om klippen bij elkaar te maken. Die klippen van issues, van bitterheid, harde harte, die hardheid, goeikies in die hart, gooi het weg, die tijd is nou, gooi hem weg. Die klippe wat in je hand kan komen om mensen te oordeel en lelijke goed van te sê. Nee, maar daar is tijd om klippe bij elkaar te maken voor wat? Om die altaar van lof te bouwen. Om te sê, al die klippe is, al die getuienisse, alles wat ek kan onthou met dankbaarheid. Wat het God gedoen? Sit het op elkaar en wat wordt daarop gebrand? Die eer aan God, die eer aan God. Heere, aan u breng ik toe al die lof, al die eer, als ik al die getuienisse op elkaar stapel, soos 'n altaar, dan zie ik net die fantastische dankbaarheid in mijn leven, voor wie is en wat hij in mij gedoen het. Dat is de tijd om te omhelzen, de tijd om ver te wees van omhelzen. Ja, om te omhelzen, dat je moet leren om jezelf lief te hebben, om God te omhelzen, jezelf, mensen, kostbare mensen in jou leven, omhels hulle, moet niet in verwerping en daar die dinge sit nie. Die kostbaarhede wat God jou gee, omhels dit met dankbaarheid. Als die dankbaarheid dankbaar is, dan is dat dinge wat jij moet verstaan hoe om te omhels. Maar ver te wees van omhelsing is ook, ek is ver van hierdie omhelsing van selfsug en die liefde van die wereld, vir die wereld. Ek gaan dit nie omhels nie. Ek gaan hierdie gemors goeikies nie omhels nie. Nee. Het kom nie na by my nie. Ek kies het in Jesus naam. Daar is het tyd om te soek wat 'n lewenstyl word. Om God te soek, sy koninkryk te soek, sy wil te soek. Die mooi in die lewe te soek. En daar is het tyd om verlore te laat gaan. My vleeslike begeertes. Wat ek van hou. My eie ek, my eie prioriteite. Ek hou daarvan, maar laat het verlore gaan. Los het. Los het, laat het verlore gaan. Dit wat vir my kostbaar was, maar wat ik besef, dit is vernietiging. Dit is nutteloos. Alles te vergeef, se gejaag na wind. Ek moet daar die sin met elkeen van hierdie punte, moet ek aan ondersoek en dan gaan my tyd oopgaan vir dit wat akkuraat is. Anders gaan my tyd 'n vloek wees, as ek nie kan onderskei wat is nutteloos, waardeloos, en wat is die kwaliteit wat God my gee nie. Wat is 'n gejaag na wind? En in wat is dit wat ik jaag naar gerechtigheid, jaag naar dit wat God voor mij heeft in die koninkrijk. Nummer 10. Als het tijd om te bewaren en het tijd om weg te gooien. Bewaar meer als enig iets anders te sê die skrif, jou hart.
Dit wat God vir jou gegee het in jou hart, want uit jou hart is die oorsprong van die lewe. Bewaar jou hart, bewaar die goud wat God jou gee in jou hart. Goud in verhoudinge, goud in jou levenskwaliteit. Bewaar die woord van God, maar gooi weg daar die goed wat die Heilige Gees vir jou wys, wat eindelijk onbelangrijk is. Gooi weg maar eerstens jou eie opinie, jou eerste gevoel, jou eie seer, jou aanstoot wat jy wil neem. Gooi dit weg, maar vra Heilige Gees, die Heilige Gees wys my, wat moet ek vandag weggooi? Nie van my binnenkant af. Punt nummer 11. Skeer, een tyd om te skeer en een tyd om aan mekaar te werk. Tyd om harte te skeer, nie net klere nie. Maar nie net in daardie punt te sit nie, maar om te verstaan hoe God my lewe aan mekaar wil werk. En verhoudinge aan mekaar wil werk. En deur my ander mense aan mekaar wil werk. Tyd om te restoreer, te herstel. Lewens en verhoudinge. Daar is een tyd om te swyg en een tyd om te spreek. Daai swyg is as gevolg van 'n wysheid waar ek wag voor God. Daar is een tyd om te wag voor God vanuit Godse wysheid. Daar is een tyd om te spreek waar ek moet vrymoedigheid vat, nie geïntimideer wees, maar om te spreek alleenlik onder leiding van die Heilige Gees. Alleenlik sy woord, alleenlik sy waarheid wat vry maak. Daar is een tyd om lief te hê en een tyd om te haat. Tyd om te verstaan hoe om God myself naast die, ja, maar ek moet dit altyd doen, ja, maar waar ek het prakties op die oomblik dit moet kan sê, ervaar, kies die waarheid lief te hê en nie net reg te wil wees nie. Om reg te wees is een ding, maar wat is die waarheid in die saak? Tyd om te haat, wanneer die versoeking kom, ek haat die versoeking, ek haat wat die wereld wil vir my gee, ek haat die vlees wat in my werk, wat ek besef, ek staan en ek kan roem alleenlik in die kruis van ons Here Jesus Christus. Ek haat die eie ek wat so wil opstaan en ek besef, ek het my God nodig, alleenlik deur genade kan ek staan. Laaste punt, daar is een tyd om oorlog te maak en een tyd om vrede te maak. Maak oorlog, nie teen mense wat jou seer gemaak het, nie teen mense en dink jy kan jou eie ding doen nie, dis eie koninkryk wat jy bou. Maar maak oorlog teen die bose geeste, want jy weet, jou stryd is nie teen vlees en bloed nie, volgens Efesiërs 6, maar teen die bose magte, owerhede in die lig. Maak oorlog teen die vlees wat in jou wil heers en jou wil oorneem. Maak oorlog teen die versoekinge, want jy weet dat die beproeving van jou geloof leidsaamheid bewerk en jou vat na 'n nuwe vlak volgens Jakobus 1. Maak vrede, maar die vrede nie van kompromie nie. Maak vrede volgens die woord in God se liefde, volgens God se hart, volgens God se wil, volgens God se leiding, met jouself, met jou God, ja, met mense om jou, in sy wil en in jou omstandighede, met 'n vergenoegdheid. Ja, dit is so belangrik. En dan 'n fantastiese vers, vers 11. Alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Ook het hy die eeuw in hulle hart gegee, sonder dat die mens die werk van God doen, want van die begin tot eind kan uitvind, sonder dat hulle dit kan doen. Maar alles het hy mooi gemaak op sy tyd. Maar moet my sis, baie goed voel ons, ja, maar dit is nie mooi nie, dit is moeilik. Dit. Maar as ek God se tyd kan verstaan, deur God se wysheid, dan is dit nie te vergeefs nie. Daar is soveel goed wat te vergeefs is, wat eintlik deur God gegee is vir ons. Daar is soveel goed wat nie gejaag na wind is nie, maar dan moet ek verstaan die wind van die Heilige Gees, soos die arend die wind verstaan, en die tyd wanneer om te vlieg, die tyd wanneer om te sit, die tyd om af te duik daar na die vis toe, en die tyd om op te gaan bo die storm. Oeh, maar die arend, hy verstaan die wind, soos wat, ek bedoel, seker maar elke voel. Maar mag God gee dat ons die tyd deur die Heilige Gees verstaan, wanneer die Heilige Gees wil beweeg, wanneer ek moet sit en wag, wanneer ek moet gaan, en ek sal verstom staan oor hoe God elke ding mooi maak op sy tyd. Kom ons laat God toe om dit te doen, en laat frustrasie en geïrriteerdheid en gebrek aan lankmoedigheid en sagmoedigheid en leerbaarheid nie ons op punt te bring dat ons soveel mooi vernietig, soveel
dinge wat op 'n fantastiese manier gebore moet word deur ons lewens en waardeur God ons wil verras. Dat ons dit eintlik aborteer met soveel verskonings omdat ons dink nee, dit sou ons net teruggehou het. Nee, God gaan ons help, ons glo so. Amen. Mag dit so wees, my broer en my sus, en dit bid ek vir jou in die naam van Jesus. In die naam van Jesus. Ons kyk volgende keer na die volgende punt, my werk en die effek daarvan in my hier op aarde.